tussendoor. We hebben inmiddels contact met de landelijke eenheid. Voorstel zand gaan schakelen naar een inrapoom. Afstand houden en het overgaan laten aan de landelijke eenheid. Ja, we hebben inmiddels ook iemand vanuit de meldkamer, zeg maar, een melder aan de lijn. En ze rijden nu op de Maurikse straat richting de Beldersdoof. OC44 zit erachter. We zitten erachter. Ik wil wel dat jullie letten op jullie eigen veiligheid, want meneer schroomt nergens om over. Zulu 8014, geeft u bericht over. De lucht luisteren mee met deze melding. Ja, 500 meter voor ook onder Zwarte Paard. Op dit moment 150 op de provinciale weg. Ja, blijf positie doorgeven. Zulu zit 5 minuten bij jullie vandaan. 5 minuten. Ja, dat is 130 Panderweg. Dat is begrepen over. We rijden rechts, rechts, maar correct. Rechtsaf, de burgemeester Houtkoppenweg. Ja, dan hebben we jullie een beeld. Echt 100% één persoon. Ik heb 100% één persoon in de auto. Ja, hij crasht, jongens. Hij crasht, maar hij rijdt nog steeds. Nog steeds Oudebroekdijk, parallel aan de N320. Ja, ontvangen, parallel. Ja, hij reed lichtmast eruit onder de hoogspanningsmast door nog steeds Oudebroekdijk. Ja, je heeft het OC tussendoor. We hebben inmiddels contact met de landelijke eenheid. Met ons voorstel is om te gaan schakelen naar een inrapoom. Ja, rijdt hij nu parallel aan de B2-lijn onder de N-weg door. Zitten we de Nieuwe Dijk, heet dat hier. Nieuwe Dijk. Ja, 4547. Ja, er vliegt van alles af. Heb net wat schade gereden. Volgens mij een lichtmast reed die om. Nog steeds de Nieuwe Dijk. Ontvangen, wat gooi daar net uit het voertuig? Ja, OC, dat ding verliest allerlei onderdelen, lijkt het ook. Ja, misschien lachgasflessen eventueel. Ja, daar zaten we ook op te denken, we kijken mee. OC, de LA4105, aanrijden vanuit Utrecht richting Renen. Ja, richting Renen, dat is begrepen over. Ja, hij rijdt 50 per uur, dus ja, het gaat zeer zachtjes op dit moment, maar wel veilig. Hij is ingereden op collega's en is vermoedelijk onder invloed aan het rijden. Als ik het goed zeg, de 5404 die is hem als eerst gezien over. Ja, snelheid is 80 per uur op dit moment. 8014, er ligt 8014 voor de Driebergen over. Ja, voor jou ter info, rijden diverse eenheden van ons inmiddels op de A15. Ja, nu nog niks. De Zulu die hangt erboven en het plan nu is dat we even gaan wachten tot het voertuig vanzelf gaat stoppen. Aangezien hier wel wat dingen onderweg is verloren van het voertuig en de snelheid steeds geminderd wordt. Dus we wachten even af wat de Zulu wil over. Ja, we zijn de R3320, 3311 en 3312 op luisteren. Ja, mogen jullie inboxen? Vraag je Zulu? Ja. Gepositioneerd, afslag Kisperen N320, onderaan de afrit. Ja, dat is begrepen, 3320 ook meegekregen over. Ja, N23, gaat hij nu onder het viaduct door. Is hij rechtsaf gegaan, Johannes Vermeerstraat. Er stond nou net de LA bij de afrit Kisperen, wat ik had bereken. LA 1101 over. Ja, ik zie u rijden. U moet de A15 op en dan kunt u bij afslag zetten er voorbij. Dan kunt u aanhaken over. Rechtsaf gegaan, jongens. Rechtsaf is hij gegaan. Ja, hij is de A15 opgegaan richting het westen. Dus vanaf Dodewaard, correctie, Andels, Tiel, rijden we 79,5 op de A15. Links. De snelheid is 80 per uur. Ja, ik zou zeggen, joh, we blijven hem gewoon volgen totdat die inboxauto's erbij zijn en dan dat team kan inboxen op de snelweg het liefste. Ja, het voertuig rijdt op de 1578 rond op dit moment. Snelheid is 90 km per uur.
Nog 2 kilometer en dan komt u de afrit 36 op Heusden. Ja, 33.20 uur rijdt goed. Even voorbij de rotonde en dan rechtdoor en dan kunt u zo de snelweg op draaien. Of... Nou, zou je dan meteen erbij? Ja, dat is begrepen. Dan wil ik dat de eenheden van de 54-serie, 53-serie afstand gaat houden en het over gaan laten aan de landelijke eenheid, over. Ja, zit 74 op. Dus de 54-01, de 54-03, de 54-04, de 51-02, de 53-01 afstand houden en het over gaan laten aan de landelijke eenheid. Oké, jongens, LA, hij is nu voor jullie. Ik hou het lijntje draaien. Collega's LA, zitten jullie allemaal in de verbindingen voor de Zulu? Ja, de 33-12 wel. 33-11 ook. Ja, oké, okay, nou dan is hij voor jullie. Ja, de snelweg is mooi leeg, dus doe je ding. Ja, ontvangen. Is de 41-5 ook op luisteren? Ja, hou er rekening mee. Over 2 kilometer komt weer een afrit. Ja, ontvangen. Nou, stel ik voor dat ik er zo dadelijk voorbij ga. Daarna gedraaid hij naar achter. En dan remmen we hem rustig achter dat hij stilstaat. Wacht maar. Ja. In de boeien, alles rustig over. Ja, ter info, tijdens het inboxen toen het voertuig al in de berm reed, ik schat hem 50 meter terug, werd er iets aan de passagierszijde uit het voertuig gegooid en dat belandde in het slootje. Het is begrepen, 54-03, ON 54-03 over. Ja, Nijmegen, een van de mensen van de WhatsApp-groep heeft in op Heusden bij de in het land, daar was ook wat uit de auto gegooid, daar heeft hij een lachgascilinder van 4 kilo aangetroffen en die beveiligt hij. Ja, hier ook iets. Die collega die nu een stukje terugloopt. Als jij eens nu naar links kijkt, nu naar links, zie je daar niks liggen?